Volgens de wet is de schadeloosstelling van DNA-leden gestort met daarin de 25% verhoging. Dit zeggen de DNA-leden André Misikaba, Riyad Noor Mohamed en Deo Sharman. Misikaba zegt dat gelijk nadat de CLO een akkoord had bereikt met de regering over een loonsverhoging, hij had aangegeven om voort te gaan met wat in de vorige periode was gestart. Ik blijf dat herhalen omdat mensen gewoon geen aandacht daaraan willen besteden. DNA heeft al ingeleverd en niet weinig. We hebben ingeleverd door vanaf 2015 de wet zodanig gewijzigd te hebben dat parlementariërs 10% pensioen storten. Tot en met 2014 was dat niet het geval. Dat is één. En het is goed, heb ik aangegeven, dat de mensen die berekenen, gaan berekenen hoeveel geld dat al is tussen 2015 en nu. Bovendien hebben we de wet ook gewijzigd in 2015, waarbij we hebben gezegd dat leden niet gelijk meer na 2 termijnen pensioen krijgen, maar pas op hun 55ste. Ja, want dat betekende dus dat die pensioen en alle regelingen gelijk na 2 termijnen in werking trad. Dus wij hebben al, zonder druk van wie dan ook, zonder mensen die op onze nek zaten, hebben wij gezegd vanuit onze verantwoordelijkheid, is het goed dat we dit doen. En we zeggen, nu is het opportun om dat traject voor te zetten, waarbij het parlement een besluit heeft genomen, kamerbreed, om integraal en structureel te kijken naar niet alleen die bezoldiging, die schadeloosstelling van DNA-leden, maar naar ons beloningssysteem. Dus dat betekent dat we ook de regering gaan bekijken in samenspraak met hun, de rechterlijke macht in samenspraak met hun en ook de parastatalen. Zodat je in één keer, we hebben ons zelf een periode van 2 maanden gegeven en dan vanaf loskoppeling tot al die dingen die in de discussie zijn, zullen we het doen. De leden Noor Mohamed en Sharman onderschrijven wat Misikaba heeft aangehaald over de wet ten aanzien van de salariscorrectie voor de ambtenaren, regering en de Nationale Assemblee. Noor Mohamed zegt dat indien iemand het niet eens is met de salariscorrectie of de marge van verhoging, die een wet moet indienen. De VAP-fractie heeft inderdaad een paar leden hebben initiatiefwet ingediend. En dat gaat dan behandeld worden door het parlement. Zolang die wet niet goedgekeurd is, zal er geen verandering komen en blijft alles van kracht zoals het tot nu toe is. Natuurlijk heb je een tweede optie. Je kan ook de betaler gelden vragen om jouw salaris te blokkeren of je vergoeding te blokkeren. Dat mag je per brief doen. En daarvoor heb je geen president nodig of minister of wie dan ook. Dat mag je zelf doen. Maar u weet, de gemeenschap die zegt nu van, nou, de oppositie had eigenlijk helemaal het voortouw moeten nemen en zeggen nee, we willen dat eigenlijk die verhoging geblokkeerd wordt. Kijk, laat me zeggen, het is iets zoals collega Riyad Noor Mohamed dat heeft aangegeven, dat gebaseerd is op de wet. En ik denk elke stap die je moet maken, moet verenigbaar zijn met de wet. En acties ondernemen die zich niet verenigen met de wet, is dus verkeerd. En zeker als we als makers van de wet dat zouden doen, dan vind ik het verkeerd. Het is dus correct zoals de fractie van de VHP heeft dat gedaan, een wet ingediend, etcetera. Dat is de juiste weg en de enige weg, denk ik. Dat we nu een verhoging hebben gehad, dat is een consequentie van de wet. En als we met z'n allen ermee eens zijn dat het op dit moment niet opportun is om een verhoging te krijgen, of het nou dat financieel-economisch niet kan, of dat moreel-ethisch niet te verantwoorden is, dat laten we even in het midden. Maar als het niet kan, dan kunnen we niet met een telefoontje of zo zeggen van ik wil het niet hebben. Begrijp je wel? Dan zeggen we veranderen de wet en de wet houdt alles aan verder. En alles wat we dan hebben ontvangen in de komende periode, deze maand, volgende maand, noem maar op, dan kunnen we dat terugstorten of dat kunnen we in een sociale pot stoppen, noem maar op. Zover parlementariërs Sharman en Noor Mohamed. Sharman zegt dat de VHP de juiste weg heeft bewandeld om het probleem van de koppeling van de salarissen voorgoed op te lossen. Hij vindt het niet correct dat DNA-leden nu meer geld ontvangen terwijl de samenleving in diepe ellende leeft.